Hi, goedemiddag. Welkom bij AutoGiro. U heeft op een Audi Q2 van ons geklikt. Eentje met, zoals wij dat zo mooi noemen, met de kop eraf. 21.000 kilometer. Bomvol opties. Hij heeft een automatische parkeerfunctie. Hij heeft een virtual cockpit. Hij heeft een automatische versnellingsbak. En ja, nogmaals, 21.000 kilometer. Adaptieve cruise control heeft hij ook nog trouwens. Volledige bekleding. Echt bomvol. U ziet mij in beeld waarom. Ik wil graag even het een en ander toelichten over de auto. Ik heb hem gekocht in België namelijk van Alphabet Lease. Sorry, van Leaseplan. Alleen van de Belgische vestiging. Volledige historie heb ik erbij. Heb ik ook netjes voor u uitgeprint. Daarmee kan ik aantonen dat de kilometers ook echt kloppen. Wij willen graag inruilen. Stuur me gerust wat foto's van je auto. Krijg je direct een bieding. Wil je een financial lease voorstel, heb je binnen 5 minuten van ons. Het is een BTW-auto. Dus de BTW kun je ook terughalen. Je hebt mij nu genoeg gezien. De auto staat hier. Kijk even mee. 20.000 kilometer. Wat verwacht je? Een splinternieuwe auto. En dat is hij ook echt. Geen krasje, geen deukje, niks. Echt werkelijk als nieuw. Als je het mooi vindt, kunnen we de ramen achter laten tinten. Alles is in het zwart. Vind ik wel heel stoer om te zien. Dus als je de ramen dan nog tint, ja, wordt hij nog wat sportiever van. Oh, dit is een elektrische achterklep, merk ik nu. Zit er al een trekrak onder? Nee, nog niet. Maar die kan er natuurlijk zo onder. Reken op een 6.500 euro, wat zoiets kost. En, nou ja, je ziet het, ik heb niks te veel gezegd. Geen krasje of deukje te vinden. Gaan we naar de binnenkant. Want u merkt al, dit is niet zomaar de eerste de beste. Vollederen bekleding, ook Isofix voor de kinderstoelen. 4 elektrische ramen. De achterklep kun je hier ook openen. Nou, het leer is gewoon als nieuw. Hij ruikt nog als nieuw. Adaptieve cruise, ik noem hem al even. Die virtual cockpit is wel een hele gave optie. Grootscherm navigatie zien we hier. De inparkeerfunctie, climate control, stoelverwarming en een grote schermnavigatie zoals je ziet. Prachtig mooi. Ja, Q2, ik heb er 7 momenteel. Het is gewoon een hele populaire auto bij ons. Ze gaan heel veel. Dit is de duurste momenteel, maar goed, ook de minste kilometers. Automaat ook wel lekker. Ik heb ze ook in handgeschakelde versie. Ze beginnen op 20, ze gaan door tot een 1035 wat we hebben staan. Ja, als je dit koopt en je rijdt er een ton bij, kijk, dan heeft hij straks 120 gereden. Dan kun je hem gewoon heel goed in Nederland verkopen. En dan wil ik hem dus heel graag terug hebben. Dan krijg je ook een hele goede restwaarde. Dus tuurlijk, het is een boel geld, maar het is niet zo dat je het weggooit. Want de auto blijft ook echt geld waard. Als je maar netjes onderhoudt. Nou, die historie, ik zei het al even. Heb je 18 nog een klein buurtje gehad. Verder natuurlijk geen rare dingen met deze kilometers. Maar kom hem gerust eens proberen. Als je zegt van joh, het is mij te ver naar Krachtenburg, geen probleem. Maak ik hem van tevoren rij klaar, kom ik hem bij je bezorgen. Ga je eerst proefrijden, alles naar je wens. Dan pas het geld overmaken en dan pas zet ik hem op je naam. Ook geen probleem. Inruil, ik noemde het al. Dus stuur me gerust wat fotootjes, krijg je direct een bieding. En laat het gewoon weten als je interesse hebt. Wij verkopen echt heel veel auto's. En we zijn blij met iedere klant. Dus heb je interesse, laat het weten. Bel, app, mail en we reageren super snel. Dankjewel. Hoi. Oh, wil je komen? Laat het wel even van tevoren weten. Altijd even een afspraak, want het is hier best wel een gek huis. Dankjewel.